Vandaag wordt de tuin van Daan en Annette uit Lisse verbouwd. Ze zijn verliefd op het land Portugal, dus die sfeer zien ze graag terug in hun tuin. We willen graag een beetje een mediterraanse tuin. We willen ook graag een overkapping. Zodat ik lekker aan de slag kan met een barbecue in de tuin. Ja, en ik in het zonnetje kan zitten. Ja. Verlichting in je tuin is ontzettend belangrijk. Ik heb verschillende prikkers in de tuin neergezet. Die werken natuurlijk op solar. Op het moment dat het 's avonds wat gaat schemeren, dan springen die dan ook aan. Het is leuk om je bordes te verlichten, maar dat kan je ook heel goed doen bij je zitgedeelte. Vandaar dat ik deze tafellamp ook een plekje ga geven. Doe jullie je ogen maar open, loop lekker rond en geniet ervan. Wauw. Wow. Wow. Zo, ja, dat is wel... Wat een verschil. Nou. Jeetje, Mina, wat groen. En een zoetje. Dakpannetjes. Oh, dat? Oh, wat gaaf. Dat is wel gaaf. En zelfs, kijk, een groentetuintje. Ja, ja. Oh. Ik kan al bijna oogsten. Ja, we kunnen al de tomaatjes en de paprika's. Wauw, en die tegels. Ja. Zie je wel, ja. Het is gewoon, het lijkt echt veel breder dan het was, of veel groter. Ja, ja. Wauw, fantastisch. En het is ook wel, ja, ook wel mooi, mooi gedaan. En de olijf staat erin, kijk eens. Ja, ja. Heel erg mooi.